in de akkerbouw telen wij zelf aardappels, rode bieten, tarwe, rustgewas erin, zeg maar. We deden veel te weinig tonnen, de vraag werd steeds groter voor ons en we konden het eigenlijk niet meer bijbenen. En het elke keer het net niet schoon krijgen van de producten, zeg maar. Je moet het snel kunnen wassen, maar je moet het ook niet beschadigen. Dit project bij Van Dalen is een pilotproject voor ons geweest, waarbij we konden uittesten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van mechanica, maar ook elektrotechniek en besturingstechniek. De vraag van de klant was dat hij een beter resultaat wilde hebben met zijn waslijn. En dat ging met de huidige lijn ging dat niet. Toen zijn wij in gesprek geraakt en hebben gezegd, oké, wij kunnen een lijn leveren die aan jouw wensen voldoet en meer capaciteit heeft en schoner wast en ook beter in onderhoud is. We hebben deze lijn samen ontwikkeld met Bresson uit Nieuwe Tongen. Die hebben we in een vroeg stadium al bij deze ontwerp betrokken. De vraag was intelligentie in de besturing te bouwen. Dus dat de data kwam uit de motorstarters. Dat zet je in de markt en dan op dat moment kon Schneider met Thyssen Eiland kon dat volledig invullen. Thyssen Eiland is de modulaire bouw. Dat is voor ons heel, heel praktisch. Hele snelle bouw, maar je kan het ook later heel makkelijk aanpassen en erin pluggen. De rest is een hele alleen maar digitale omgeving. Cavita is onze sales manager binnen Schneider en zij heeft ons in contact gebracht met collega's engineers. Deze software was voor ons onbekend en dan is het belangrijk dat een leverancier meehelpt en ook meedenkt in de oplossingen. Dat heeft Schneider zeker gedaan. De heren zijn ook met engineers op locatie geweest en ons daadwerkelijk geholpen en dat is gewoon klasse. Gewoon de capaciteit en weinig onderhoud, alles grof gebouwd. En dat draait eigenlijk altijd. Ik heb er eigenlijk niks aan gehad. Dus. We krijgen steeds meer de vraag dat er meer inzicht gewenst is bij de klant. Zodat ze kunnen zien waar hun product is, wat de capaciteit is, wat het energieverbruik is. Dat zijn allemaal belangrijke zaken die niet alleen in Nederland, in Europa, maar ook wereldwijd spelen.